maatjies. Welkom bij M Kids Online. Yes, ek is so opgewonde om jullie te zien. Ek is soos so opgewonde. Maybe soos soveel. Maybe. Wees my, hoe opgewonde is jy? Wow, okay. Dis baie opgewonde. Okay, maatjies, kom ons luister gou wat paar van ons vrienden het om te sê. Het gespeel by oma. Ons sing kersfeestliedjies en ons koop vir almal persente. Ek hou daarvan om kersfeestkaartjies vir al my familie te skryf. Oh, maar het vat so lang vir kersfees om te kom. Oh, baie opwindend. Dit is so wonderlik, maar een bietjie moeilik om te wacht, denk ek, wat denk jylle? Ja, maar opwindend nee. Oeh, dit moest moeilik gewees het om so te wacht en te wacht en te wacht. Ek sukkel self om te wacht. Oeh, maar het moest ook opwindend gewees het. God skryf al vir duisende jare een story van liefde. Die story gaan oor hom en sy mense. Dit gaan oor jou en my wat kan deel wees van Godse familie. Dit is een ongelooflike story. Dit is een story van mooi en goeie tye, maar is ook een story van swaar kry. Dit is een story van foute maak en weer probeer. Dit is die story van God wat ons elke keer weer nader trek en sê, ek is lief vir jou, nog steeds. Een van die beste dele van hierdie story is hier met Kersfees, dat Jesus kom. Hy word een van ons, hy lewe hier op aarde. Dit is een story van uitkomst, van hoop, van wag, van verrassings en van menswees. Wil jy meer hoor? Kom dan nader, want dit is story tyd. Dit is nie net enige story nie, maar die story, een ware verhaal. En jy is deel daarvan. Die geboorte van Jesus is aangeteken in die Bybel, in Lukas 2 vanaf vers 1. Kom ons lees saam. In daardie tyd het keizer Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Serinius goewerneur was in die provinsie Siria. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilee na Juda toe gegaan, na Bethlehem, die stad van David, omdat hy tot die huis en geslag van David behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat hulle kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Julle, maak gou saam met my 'n horlosie. 'N horlosie help ons mos om te weet hoe lank ons moet wag voor 'n sekere tyd. Dit gaan ons help om te onthou waaroor ons vandag praat. Kersfees is ook 'n storie van wag. As mens wag vir iets of iemand, kyk mens mos elke dag dan op jou horlosie, nê? Die mense van die Bybelse tyd moes ook wag vir Jesus om te kom. God het al in die Ou Testament, dis mos die eerste deel van die Bybel, beloof dat hy vir Jesus sal stuur. Hulle moes nogal lank wag, sommer baie jare. Selfs Maria moes wag vir Jesus se geboorte. Hy was vir 9 maande in haar maag. Wag is nie altyd maklik nie,
maar dit is soms nodig. Soms moet ons ook wachten voor iets wat ons voor Jezus vraagt. Wanneer ons bid, dan kan ons onthouden dat Jezus weet wat goed is voor ons. Daarom sê hij soms ja, soms nee en soms wacht. Maar weet jij wat weet ons verseker? Jezus het gekom en hij is nou nog elke dag altijd bij ons. Het is een wonderlijke story van Kersfeest. Soms moet ons nog steeds wachten voor dingen wat God beloof. Ons is gelukkig. Ons kan saam met Jezus wachten. En om saam met Jezus te wachten voor God is altijd die moeite waard. Lewe saam ons te spandeer. Dankie dat u ons liefhet en dat u dat Kersfees ons herinner dat u lief is vir ons. Amen. Bye.